Hallo allemaal, vandaag begint de herfst. Wat kunnen we daarbij tekenen? Nou ja, herfstblaadjes. We hebben al een keer blaadjes getekend. Maar misschien moeten we eens kijken wat we nog meer kunnen tekenen bij herfst. Doe je mee? Ja, de herfst. Wat zijn nou typisch herfstdingen? Nou ja, blaadjes natuurlijk. En die hebben we al eens een keer eerder getekend. Zo. Allerlei soorten blaadjes natuurlijk. Hè. Je hebt ze ook. Goed, maar wat vinden we nou nog meer in de herfst? Wat dacht je van een eikel bijvoorbeeld? Je hebt het hoedje van een eikel, een steeltje eraan. Wat ik altijd doe is een beetje een ruit daarin geven, zo. Dat hoedje van die eikel. En dan is daar natuurlijk de eikel zelf, zo. En die mag best aan één kant een beetje glans hebben, zo. Nou, dan vind ik dat we een hele mooie eikel hebben getekend. Wat heb je nog meer? Kastanjes natuurlijk. Nou, dat zijn vaak van die bollen. Van die prikbollen. Een kastanjebol. Maar die heb je ook als open bast, zeg maar, zo. En dan zit daar een hele mooie kastanje in, hè. En die kastanje die kan best zwart zijn, zo, met een lichte ding erop, reflectie. En dan hier ook die buitenkant. En natuurlijk ook gewoon die stekels. Van zo'n kastanjebast. Nou, dat zijn kastanjes. Hierachter nog één tekenen, zo. Goed. Kastanjes. Wat heb je nog meer? Pompoen. Ja, dat is een hele mooie. Natuurlijk, Halloween is ook echt iets. Echt iets van de herfst. Pompoen. Ik vind dat best een aardig pompoen. Je kan er natuurlijk ook een pompoen gelijk met een gezicht erin doen, hè. Hele leuke gezichten uitsnijden uit zo'n pompoen. Zo. Natuurlijk ook die banen zo, maar die hoef je dan wat minder te tekenen. Want het gaat er vervolgens om dat gezicht goed is. Nou, een beetje die dikte van die schil aangeven zo. Met wat. Zo. Dan krijgen we een heel mooi beeld zo van zo'n pompoen. Nou, ik zou zeggen, ga zelf ook aan de slag met wat herfstdingetjes, typische herfstdingetjes. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.